Toch? Wil jij vragen beantwoorden? Ja hoor. Ja? Nou, waarom doen jullie dat vandaag? Ik vind dat er haat tegenover geen enkele bevolkingsgroep moet zijn, dus ook niet tegenover moslims. Klopt. En er is op dit moment nog ergens anders een demonstratie bezig in Den Haag. Wat ik had begrepen, is dat voor jullie eigenlijk ook een beetje een steunbetuiging voor de andere demonstratie? Nou, ik wou daar heel graag heen vandaag, maar ik moet ook gewoon voor school werken. En mijn ouders die hebben ook gewoon geen tijd om daarheen te gaan. Anders was ik nu in Den Haag. Maar ik vind het ook fijn dat het dan wel in Aalten is. Ja, en dan ligt een beetje voor de hand om dan hier in Aalten zelf in je eigen woonplaats iets te organiseren. Jazeker. Toch? En mag ik jou even wat vragen? Wat verwachten jullie? Wat zou een mooi resultaat van deze demonstratie zijn? Ik hoopte heel erg dat er meer dan 10 mensen zouden zijn. Ik vind het ook onbegrijpelijk. Maar het is natuurlijk op heel korte termijn georganiseerd. Dus ik hoop heel erg dat als we nog een keer iets organiseren, dat er meer mensen zullen zijn. Ja, het was ook een beetje een kort dag. Ja, dat snap ik. Ik denk niet dat dit soort dingen nou heel indrukwekkend zijn. Het gaat niet om dat ene groepje mensen wat hier staat, maar er staan niet alleen mensen hier, er staan over de hele wereld mensen. En het is onderdeel van iets wat over de hele wereld gebeurt. Klopt. Men maakt toch deel uit van iets veel groters. En ook de langste weg begint met de eerste stap, toch? Precies. Dat is precies wat ik denk. Ja. Nou, en dus hoeveel het daar ook zijn, ook al was er maar eentje. Dan is het ook goed. Ja, een onderdeel van het geheel. Dat zijn we wel. Precies. En het laat ook een beetje zien dat er toch nog een gemeenschap is. Ja, maar ik had wel verwacht dat in Aalten dan meer mensen zouden komen. Ik denk als er meer, kijk, daar komen er nog, als er meer rugbaarheid aangegeven wordt, dat er ook uiteindelijk in Aalten meer mensen zullen zijn die zeggen, dit wil ik niet. Ja, nou kijk, daar hebben we het net over gehad en daar komen er nog meer mensen. Ja, heel goed. Super blij mee. Nou, en dan laat ik jullie nou even met rust demonstreren. Dankjewel. Nou, dat mag ik graag zien. Joop Wikkering van de PP in Aalten. Ja, ja. Zo mag ik het eigenlijk graag zien. CDA, PvdA en de PP. Eigenlijk concurrenten. Nou, ik weet niet of wij concurrenten zijn. Zeker in dit geval misschien niet. Daar wil ik eigenlijk naartoe. Maar politiek gezien zijn jullie concurrenten. Maar als het dan om de goede zaak gaat, dan houden jullie toch een beetje bij elkaar en steunen elkaar. Jazeker. En ik hoorde dat in Den Haag bijvoorbeeld JOVD, dat zijn de jongeren van de VVD, meedoen. Nou, dus het blijkt gewoon van als je op moet komen voor tegen onrecht, dat je dan elkaar prima kunt vinden. En of je nou van CDA, PvdA, GroenLinks of wat dan ook bent, maakt allemaal niet zoveel uit, want we zijn allemaal bezorgd wat er daarginds gebeurt. Ja, klopt. En dan moet je alle andere oneenigheden ook even eens een keer aan de kant kunnen doen. Jazeker. En die oneenigheid hier in Aalten valt natuurlijk nog wel mee, maar die is hoofdzakelijk op lokaal niveau. Daar hebben we nog wel eens flinke robbertjes discussie natuurlijk in de raadzaal. Maar als het dan gaat over dit soort zaken, ja, dan hoop ik dat je elkaar kunt vinden. Hoewel er wordt ook wel verschillend over gedacht. We hebben wel wat mailtjes ook gehad van andere raadsleden die zeggen, ja, daar doen wij niet aan mee, want wij zijn in de raad en niet voor nationale politiek. Nou, ik sta hier gewoon als persoon en niet als raadslid voor de gemeente Aalten. Maar u ziet het ook een klein beetje zo. Het is iets in het belang van iedereen eigenlijk. Ook al gebeurt het in Amerika, maar het is in het belang van iedereen en zeker ook voor ons in Europa. Absoluut, want dit geeft natuurlijk een soort trend aan die in Amerika nu begint en waar we ontzettend zorgen over moeten maken of die trend ook niet in Nederland gaat doorzetten. Dat mensen op grond van hun geaardheid, hun huidskleur of hun afkomst uitgesloten worden. En dat moet gewoon nooit gebeuren. En nou ja, daarvoor zit ik ook wel een beetje in de politiek natuurlijk, al is het maar op lokaal niveau. Ja, en dat mag nooit meer gebeuren, want dat is eerder al gebeurd. En dat zien we met de grote zorg nu een beetje weer terugkomen, toch? Ja, ik wil die vergelijkingen met natuurlijk 40, 45 echt niet trekken. Maar je ziet wel bepaalde ontwikkelingen waar je tegen nu gewoon moet protesteren. En moet zeggen van, pas op, dit gaat te ver. Je mag nooit mensen op grond van hun huidskleur en afkomst of hun geaardheid
ja, de toegang tot een land ontzeggen of de toegang tot voorzieningen ontzeggen. En dat gaat, ik ben wel bang dat dat hier ook het gevaar groot is, dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Nou, dan ga ik even met PvdA even verder. Had het hier eigenlijk de opkomst, staat er iets wat meer mogen zijn wat u betreft, toch? Nou, er hebben best wel veel mensen gereageerd via sociale media, maar er zijn veel mensen ziek. Er moet veel mensen werken, maar ze hebben wel steun toegezegd om hier te willen zijn, maar niet kunnen. En maar ze hebben wel gezegd van ja, we staan toch wel achter jullie actie, omdat het toch goed is dat het wat georganiseerd wordt. We wilden ook wel naar Den Haag, maar ja, dat was het ver weg nu. Dus een kleinschalige actie zet daar net zoveel kracht bij als met een hele grote groep, denk ik. En zoals reeds achter mij iemand zei, nou ja, het is alle beetjes helpen eigenlijk. En wij maken deel uit in Aalten van iets veel groters. Ja, ik vind dat nou iedereen op moet staan. Er komt veel gevaar op ons af. Je kunt altijd wel denken, het gaat hier niet gebeuren. Maar dat dachten we in Amerika ook en dat gebeurt toch. En die uitsluiting van bevolkingsgroepen kan niet, mag niet, nooit niet, nu niet. En dat is heel belangrijk. Daar moet je tegenop staan. En want voor hetzelfde geld ben je zelf een keer aan de beurt. En dan ben jij die minderheid. En dan ben jij aan de beurt. Dat willen we gewoon niet in Nederland. We hebben hier democratie. Iedereen is welkom. Iedereen moet meedoen en moet ook meedoen. En dat is heel belangrijk nu. Klopt, geef ik u groot gelijk. En dan ga ik even naar CDA. Wat vindt u van de opkomst vanavond? Ja, de opkomst is hier minimaal, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het signaal dat af wordt gegeven. Ik zag vanmiddag dat wereldwijd al ongeveer 5 miljoen mensen deze petitie hebben getekend. Het is het belang van ons allen, ook in het belang van de burgers van Aalten. Hoe kleinschalig die hier ook een signaal af kunnen geven. Maar het is wel belangrijk dat we hier staan. Dat we wel afstand nemen van hetgeen wat er gebeurt. En ook het CDA, de normen en waarden die het CDA uitstraalt en hier nastreeft. Ja, ze sluiten absoluut niet aan bij hetgeen wat nu gebeurt. En daar willen wij afstand van nemen. Ik persoonlijk afstand van nemen. Maar het druist ook in tegen de normen en waarden van het CDA. En hoe klein we ook hier met z'n allen zijn, het is wel een signaal dat wij daar niet voor staan. Nou ja, en het gaat om een signaal, zoals u het zegt. En dat alle partijen hier de oneenigheid, de politieke oneenigheden aan de kant kunnen doen. En voor één doel naast elkaar staan, dat zegt eigenlijk ook weer genoeg over de partijen. Ja, dat klopt. Maar ik hoop eigenlijk ook dat de partijen in de Aalten politiek naast elkaar staan voor de burgerij in Aalten. En niet zoals anderen dat we tegen elkaar staan. Nee, volgens mij hebben we met z'n allen één doel. En dat is Aalten met z'n allen zo goed mogelijk besturen. En daarvoor is het ook zo dat ik ook hier als persoonlijk sta, maar ook met de partijen, dat we hier schouder aan schouder staan. Ja, dat is nou eigenlijk de bedoeling, lijkt mij, dat de partijen, de gekozen vertegenwoordigers, daar voor de burger zijn. Ja, dat is het beginsel. Natuurlijk heb je wel verschillende meningen, verschillende ideeën. Daar mag je ook over debatteren. Daar mag je ook een goede mening over hebben. Daar mag je ook met elkaar in conclaaf. Maar je moet in het achterhoofd houden dat we met z'n allen één ding, dat is de burgers van de gemeente Aalten. Precies. En dat is het mooie van ons land en andere landen in Europa. Wij mogen een mening hebben. En wij mogen daarover discussiëren. Maar ik denk, het moet niet zo zijn dat wie het hardst gaat schreeuwen ook de stemmen krijgt. Nee. Ik begrijp waar ik een beetje naartoe wil. Ja, klopt. Maar als ik dan nu al hoor dat degene die het hardst schreeuwt heel veel stemmen binnengehaald hebben. Maar de mensen die zich nu al hebben bedacht, onze proteststem is toch wel heel erg verkeerd gevallen. En dat is wel iets wat nu in Amerika leeft, dat er al miljoenen mensen zeggen van ja, had ik het maar niet gedaan. Maar aan de andere kant is het wel democratie. Men heeft wel daarin besloten dat degene die er nu zit wel de president is. En misschien is het ook de kans voor hier in Europa om het een leerproces te laten zijn. Ja, aan de andere kant vind ik altijd dat de democratie moet. En als mensen in hun land ergens voor kiezen, dan moeten we er ook voor staan. Het is natuurlijk zo dat we met z'n allen kunnen kiezen. Maar we moeten wel de burger en iedereen goed informeren over hoe en waarom en ook de gevolgen. Maar iedereen is vrij in de keuze. En gelukkig kunnen we in dit land ook zeggen dat we een vrije democratie zijn. En dan kunnen niet heel veel andere landen, is dat gewoon niet het geval. Gelukkig is dat nog zo. En ik mag zeggen dat ik heel erg blij ben met deze actie. Van niet zoveel mensen als verwacht, maar het was ook eigenlijk een beetje kort dag. Maar dat er alsnog mensen gekomen zijn. Aalten is in verhouding ook veel kleiner dan Den Haag. Dus dan mogen wij hier ook wat minder mensen verwachten. Maar dat er überhaupt iemand gekomen is, dat zegt al genoeg. Ja, dat klopt. En dus al die gemeentes, dit aantal mensen hebben, dan, volgens mij hebben we in Nederland dan heel veel
sympathisanten die dit willen ondertekenen en ondersteunen. Klopt. Nou, bij deze zeg ik alle partijen bedankt.